Een bomvolle sporthal, de Eendracht in Nijenveen, voor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen van de korfballers van DOS 46. Tegenstander is Top uit Sassenheim, dat hier op voorsprong komt door een doelpunt van Nick Picard. En dan staat het 0 tegen 1. Maar het antwoord komt al snel van DOS 46. Het is Sven Jonker en hij scoort de gelijkmaker. Top is een ervaren ploeg met maar liefst 6 internationals. Waaronder Barbara Brouwer, die hier Top weer op voorsprong brengt. 1 tegen 2. Maar ook bij de mannen heeft Top enkele belangrijke pionnen. Waaronder Mick Snell. En hij scoort de 1-3 voor het team uit Sassenheim. DOS 46, dat Geertje Hoekstra moet missen met een schouderblessure, weet dat het verschil niet te groot moet worden. En komt hier terug tot 2 tegen 3 door een doelpunt van opnieuw Sven Jonker. Even later gevolgd door een treffer van broertje Jelmer. En zo staan beide ploegen weer gelijk, 3 tegen 3. Maar even later loopt Top toch verder weg van DOS 46. Onder andere door een treffer van Friso Bode. Hij speelde jarenlang bij Nick uit Groningen. En dan staat het 9 tegen 12. Maar de ploeg uit Nijenveen toont veerkracht en komt nog voor rust terug tot op 1 doelpunt. Door 1 van de 2 treffers van Loes Blakière. En zo staat het bij rust 11 tegen 12 in het voordeel van de gasten uit Sassenheim. Beginfase van de tweede helft met een score uit een strafworp van Mick Snell. En even later een goed lopende snelle aanval die uiteindelijk wordt afgerond door Celiste Split. En dan is het verschil weer 3 doelpunten in het voordeel van Top. Het team uit Sassenheim trekt dan de wedstrijd naar zich toe en loopt uit naar een verschil van 6 treffers. Onder andere door Rianne Echten die 4 keer zou scoren. In de slotfase kan DOS 46 nog iets terugdoen door Marco Zegwaard. Hij scoorde in totaal 2 treffers. Maar uiteindelijk bepaalt Celeste Split de eindstand op 19-26 in het voordeel van Top uit Sassenheim. Ja, dit zijn wedstrijden op topniveau. Dus weet je, dat doe je uiteindelijk. De afgelopen 3 jaar hebben we het daarvoor gedaan. Dus in die zin kun je hier aan het begin ook gewoon heel erg van genieten. Maar uiteindelijk als je helemaal in het veld staat, dan wil je hem natuurlijk gewoon winnen. En dat moet ook, hè, willen wij gewoon handhaven dit seizoen. Dus ja, weet je, en je speelt gewoon tegen een topploeg waar we van het basisniveau heel hoog ligt. En dat is voor ons een mooie streven om daar ook naartoe te werken. Dus in die zin hebben we gewoon wel veel geleerd van deze wedstrijd, denk ik.